aangenaam. Mijn groetje. Ja, we hebben verhaaltjes vertellen. Over mijn teksten. En dat zijn er nogal veel, zeg maar. Ho, ho, amai. We gaan beginnen met de passeur. Ik in de passeur. Ho, ho. Dat was altijd leuk. Ja, boven. Ja. Ik kan blij dat ik gewoon niet dat ik zwanger was. Dat komt niet, hè. Ik weet niet. Ik dacht wel, ik kon er een fles wijn op drinken. Geen vertrekje klaar in toch nog? Ja, nee. Dat was hem niet, hè. Oh. Ja, na een paar maanden hoorde ik toch naar buiten te gaan. Dus ik dacht, goh, ik zal het me aan de pastoor vertellen, zeker. Nee, was daar niet gelukkig mee, hè. Mijn kooi een maand toe en de haard heeft een maand niet gebrand, hè. Ja, na 9 maanden is het Gerrit gebeuren. Dat is de meest lelijke kleine dat je ooit kunt voorstellen. Dat een bult op zijn rug, dat was zo vies. Ja, dat was niet mijn kleine, hè. Nee. Ik maak alleen schoon dingetjes, hè. Dus ja, ik dacht, ik ga die gewoon droppen in de bos, die komt niet meer terug. Jawel, hè. 3 keer is hij teruggekomen. Dus ik dacht, ja, dan blijft hij maar bij zijn vader. Ik heb pastoor buiten gesmeten. Denk in een ander business gedaan. Misschien dat je kunt het wel raden. Wat voor business? Ik ben alleen als je dat weet. Ze vindt dat zo wel zin. En leuk dat dat was, hè. Had ik een kandidaal. En die komt er nogal van, hè. Grietje! Oh, baas. Ik zei even op de brengst. Oh ja. Jij wel het moeten lopen. Ik zie het. Ja. We waren dan tante gaan van de net, hè. Maar veel cliënteel hebben we. Ja, echt, hè. Maar je hebt toch niet op de beetje geklapt, hè. Nee. Als je over alle acten begint. Ja, ik weet het. Die venten gaan niet meer willen, hè. Sowieso wel. Ja, maar met al die kilometers. Ja. Bij een teller. Ga maar even zitten, hè. Dag meisjes. Hoe je toch gaat al? Oei. Ah ja. Oké. Ik ga even zo dat heel donker stukje begeleiden. Heel donker bos. Heel gevaarlijk. Veel lichtjes zijn niet nodig. Echt gewoon niet. We gaan me kunnen volgen. Sowieso. Dan lassen. Geen probleem. Ik ga Ellen naar Rosalinda brengen. Veel beter marchandise dan hier. Ze lachen met je merrebek al jaren uit. Omdat ik af en toe eens een plasje laat. Dat moet kunnen en madame in deze staven. Van mijn plomen blijf ik af. Als er iets is, er een beetje schrik, dat kan. Geen probleem, roep me. Meneer. P. Ooyer. Pieter, voor de vrienden. We gaan naar Rosalinda. Kom maar mee. We gaan maar een beetje zitten. Ver gaan staan, blijf maar goed dicht. Hè. Goed huis, zodat je erin kan kijken. Ik zal niet te lang bij de John blijven hangen, dat was het leven ook al geen normale kerel. Wat komt de zon mee? Dat is erger. Dan ben ik een beetje te weg. Hè. Je zag er niet zo goed meer uit. Kom maar een beetje dichter. Kinderen gaan er niet zien. Kom hier maar staan. Goed. Het betere marchandiet. Stop.
Ik ben ook een streling voor het oog van iedere man. Ik heb net gehoord dat jullie bij mijn ex-echtgenoot zijn geweest. Klein accidentje gehad. Oepsie. Maar dat wil zeggen dat ik nu opnieuw op zoek ben naar een nieuwe, dappere man die nu met mij naar mijn slaapkamer wil komen om in mijn mooie oog, in mijn mooie spiegel te kijken. Ik beloof jullie een rijk en machtig leven. Wie, oh wie, durft? Ga weg! Ga weg! Ga weg! Kom op mensen! Van die Rosalinda dan het beste van mij! Kom! Ben ze goed door het bos geraakt? Ja. Niks gebeurd? Perfect. Maar nee, nou is het zeker veilig, hè? Ik ben hier de pastoor. Kan je het goed zien? Ja? Ja, gewoon perfect, hè. Ik zal wel eens een verhaalje vertellen, hè. Deze ochtend. Ik kwam van boze visserken. Ja, goed eten. Ja, altijd goed eten. Goeie bos. Maar, ja, boze. Maar, ik zag daar iemand vissen. En dan moest hij eens kunnen dat met een Willem was. Een goede maat van mij. Maar dat zag je niet zo goed. Maar ik kan het verstaan. Jij dat doet je doekjes omhoog. Onze Willem, je ziet er niet goed. Je zei dat je een beetje bezeten is. Maar, nou moet hij eens lukken dat hij een van mijn specialiteiten is. Geest naar het rijden. Ja, ons vriendje. Ik zit ook al daar. Oh, okay. Zoals jij gisteren treft, zegt ze. Ja, dat is gisteren het wel, ja. Kent dat wel, hè. Maar, jullie een chance? Ik heb niet een echt volle gekregen. En ik ga die geest uit de Willem drijven. Net zoals ons Gertje uit ons Grietje gedreven is. Gertje, tel hem ook mijn kwispel geven. Merci, dat is wat heilig water, mensen. Werkt altijd goed voor geesten. Volle geest, mag de God de Willem zijn. Ja, mensen. Het pakt niet, inderdaad. Ik dacht het al. Je zit er veel te sterk in. Maar, jij moet geen schrik hebben. Ik zal Ellen ook een beetje zegenen. Proeven, ik zal ook een beetje zegenen. Moest je ontstappen? Zit jij dan vol de helk water te likken, jongen? Altijd zelden, maar echt waar. Dat is niet juist. Maar, ik zal Ellen een beetje zegenen. Moest je eruit ontsnappen? Normaal niet, maar moest je ontsnappen? Morgen weglopen. Mocht weglopen, nam de verenverkoper. Die zal hem beschermen. Oh, scherp je niet. Heel sterke jongen, die zal hem ook beschermen. Maar normaal niet, hè, mensen. Normaal snap je niet. Ik zijn goede mensen in kooien steken. Maar ik zal het een zegen zijn. Haba! Gertje! Is dat alweer met een vallende sample van, jongen? He? Altijd hetzelfde met. Echt, wat, dat is niet te doen. Altijd hetzelfde met die en die, hè.
Kertje? Hola. Ja? Ja, Kertje? Ga mijn boeken halen. En zorg dat je niet valt! Kertje? Dat scheelt niet meer, mensen. Dat kan niet. Je bent zo met een bult eruit gekomen, hè? Dat kan niet. Kertje! Laat de vrouw naar mijn rust! Hoe vaak nog? Ga je naar hoek, jongen! Hoe dat hier ooit is uitgekomen? Snap dat niet. Daar is de spruik nodig had. Perfect, deze gaat werken. Lorem ipsum dolar sitamets. Consectutor dolisciplit elit set do. Elimo tempor in visido. Oh nee, ik ga niet zeggen. Het is zo weinig. Ja, wat is Kertje? Wat, je hebt zit daarin? Ik zit dat zeven. Maar dan willen we zo weer heb ik een nieuw job gevonden. Daar ben ik de verenverkoper en verdient hoe zo. Moet niemand iets hebben? 200 euro het stuk! Niemand? Dat is massage, mensen. Is wat dat je doet? Ga maar verder naar mijn vrienden, de duivenmelkers. Die gaan we wel helpen. Allee, hop! Niemand kopen? Iemand? Iemand hier? Nee?